boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillon. Yo, boys and girls. En welkom bij alweer een nieuwe video. Jullie zien dat ik nu daar mijn camera heb gezet. Op de kant waar dan mijn andere statief staat. En vandaag gaan we dus mijn favoriete AirPods, mijn AirPods collectie, is testen. En zoals jullie zien, sta ik nu recht. Dus als eerste gaan we de Virgin Mojito uittesten. Die staat al op de fles, zoals jullie zien. We doen de fles omhoog, de pot omhoog. En ja, schoon. De Virgin Mojito is best wel lekker. Hij heeft iets weg van echte mojito. Goeie munt. Hij heeft echt munterig. Hij is echt munterig. Ja, hoe kan ik zeggen munterig, ja. Oké. De munt. Allee. De Virgin Mojito. Hoeveel zou ik die geven? Ik geef die een 10 op... Allee, nee. Op 10 geef ik die een 7,5. Oké, dan hebben we lemon, de citroen. Ik denk dat ik die al eens uitgeprobeerd heb in een video. Ligt echt wel fris. Ligt echt naar, ja, citroen. Oké, de citroen staat op de fles, staat op de erfles. En we gaan die uitproberen. Ja, ik geef het een 7,6 op 10. Een ietsje beter dan een Virgin Mojito, maar toch niet heel veel beter. Het is frisser, het is meer een zomersding. Nou, die kan ik nog tot in de lente gebruiken. Allee, begin zomer gebruiken. Dan, strawberry balsamic. Dus aardbei balsamico. Ik weet dat ik daar in het begin geen fan van was. Van de aardbeien balsamico was ik in het begin geen fan. Misschien dat nu te meer gekomen is. Kan ermee door. Geproefde aardbeien, geproefde balsamico. Nu niet overheersend. Dus, ja. Dat moest een beetje groeien naar mij. Maar ik geef die een 7,5. Hetzelfde als de Virgin Mojito, geef ik deze een 7,5. Nee, de Virgin Mojito geef ik een 7,77. Deze een 7,5. Dus de Virgin Mojito geef ik een 7,7. Oké, nu de cola pot. En deze is... Ja, de cola pot. Ik drink ook heel veel cola tegenwoordig. Of limonaat, Fanta. De cola pot is geactiveerd. Lekker. Lekkere cola. Geproefd echt wat cola is. Niet zo die fake cola dat je proeft. Ja. Ik geef de cola een 7,8. Nee, ik geef maar een 8. Een 8. De cola een 8. Dan gaan we naar de winterse smaken. Of naar de winterse smaak. Appelkaneel of winterappel. Zit er nog in een potje? Nee. Jawel, zit nog in een potje. Tja. Die moet ik nog open doen. De rest heb ik al een beetje gebruikt, dus ja. Appelkaneel staat erop. Ik heb nog zo'n zakje hier liggen. School. Dit is natuurlijk een stalen airfles dat ik gebruik. Appelkaneel, ja. I like it, I like it, like it, like it. Waar is mijn zakje eigenlijk weg?
appelkaneel en luikiet een 8,1. Dit is ietsje beter dan cola. Lekker winterse smaak. Echt, ga allemaal. Al die natuurlijk nog beschikbaar zijn. Appelkaneel, winterse smaak. Echt, heel erg lekker. En dan gaan we naar een andere donkere smaak. Een andere winterse smaak. Allee, winters is veel gezegd, maar het is ook een smaakje dat ik ook heb gekocht. Dat ik het echt veel drink. En natuurlijk is dat iced coffee. Ik drink iced coffee. Ik drink heel veel koffie eigenlijk. Dus kan een goede zijn, kan ook een slechte zijn. Ik weet hoe dat proeft natuurlijk. Ik drink dat meestal in de ochtend van mijn erf. Wat ik dan in de ochtend, ja, een erf. Erf ik kan drinken met koffiesmaak of koffiegeur of wat het ook is. Airpod, de koffiepot is geactiveerd. IJskoffie, school, boys and girls, school. Proeft oprecht lekker naar koffie. Dat is oprecht. Het is een van de beste smaken die ik heb. Dus ik kan niet anders dan een 9 te geven. De ijskoffie proeft oprecht het beste van allemaal tot nu toe. Echt, dat is een 9 waard. Nu gaan we met de sherry cola. Cola met kerstsmaak, dus ja, sherry cola. Ligt echt naar cola en sherry. Allee, meer naar sherry eigenlijk. Dat is ook de tweede keer dat ik die besteld heb. Dus de sherry cola. Pot wordt geactiveerd. En dat is ook lekker, maar ik geef het maar een 8,2. Waarom? Omdat ik weet hoe goed de sherry cola kan zijn. En deze is... je proeft er sherry in, maar ik proef er niet de sherry cola in. Dus een 8,2 voor deze. En dan chocolade sinaasappel. Naar deze. Deze is een van de laatste. Die heb ik geloof met de fles. Met die stalen fles gekocht. Oh. Als deze niet goed zou zijn, dan weet ik het ook niet. Dus de pot wordt nu geactiveerd. Al mijn aeropods reten. Let's go. Let's go, deze is echt wel perfect. Deze proeft echt naar wat het staat. Chocolade, sinaasappel. Ik kan deze... Deze geef ik een 8,9. Dus de ijskoffie wint. Ik had niet anders verwacht dat de ijskoffie ging winnen. Dus ijskoffie is gewonnen. Proficiat aan de ijskoffie. De tweede plek, de chocolate orange. En de rest zit er een beetje onder. Ik vond deze wel best een leuke video om te maken. Omdat deze eigenlijk een lichte video is om te editen voor vrijdag. Meer kan ik er ook niet van zeggen. Ik heb er echt van genoten. En ik zie jullie graag dinsdag terug met een nieuwe video. Gaat waarschijnlijk een EAFC video zijn. En dan denk ik dat het dan ongeveer bijna kerstmis zal zijn. Nog 2 video's en het is kerstmis of zo. Of 1 video en het is kerstmis. Misschien welke dag. Ja. Dan is nog volgende week dinsdag en volgende week vrijdag. Nog een normale video, dacht ik. Dus volgende week dinsdag en vrijdag. Nog een normale video. En dan beginnen de eindejaarsvideo's. Dus 26 en 29 december. Komen de eindejaarsvideo's online. Nog 2 video's dat ik normaal moet maken. Dus dinsdag een EFC video
En vrijdag zullen we nog wel zien wat ik ga doen. Dus ja, ik zie jullie guys graag terug bij een nieuwe video. Gaat dinsdag zijn, de EFT-video. En dan gaan we op de RTG nog wat packs open doen. En ja, let's go. Hopelijk halen we dan niveau 26 in het seizoen. En de video daarna, de EFT-video daarna, ja, die komt dan in januari online. Is dus de laatste video dat ik überhaupt ga maken over EFC. Dus ja, let's go. Ik zie jullie guys graag terug bij een nieuwe EFC video. Dat is dinsdag. En deze was een beetje mijn elf video. Deze is ook gemaakt op zaterdag 9:12. Omdat ik op graag voorhand werk. En niet echt graag op plaatsen nog een video maak. Dus ja, let's go. Ik zie jullie guys graag terug volgende week dinsdag met de eerste video. Let's go. Bye bye!